Hallo allemaal, ja, na een hele tijd ben ik weer bij 5F-video. Vandaag, ja, wat zou ik zeggen, ik heb nog steeds mijn account niet terug. Dus laten we het erop houden, die krijg ik sowieso niet meer terug. Maar we blijven doorgaan met video's posten, want we gaan echt als een malle met de abonnees. Dus ga zo door. We zijn vandaag weer met de 5F-video's en het meest gevraagd werd waar alle nieuwe plekken liggen. Dus die zal ik jullie vandaag allemaal laten zien. Jullie zien, ik zit een beetje op mijn slechtste account. Hoeveel heb ik? 190.000. Heb ik even nou een paar overvalletjes gedaan. Daar vrijwel weinig. Ik had volgens mij 300k zoiets. We kopen even een BMW M5 en die spannen we even in. Ja. Oké, ik ga jullie vandaag alle plekken laten zien. De meest gevraagd werd gun dealen. Nou ja, even zijn dichtstbijzijn bij de plofkraak. Dus laten we dat doen. Eerste. Plofkraak is als het goed is. Bro, ik ben een video aan het opnemen en ik heb geen tijd om fucking arrestatie, al dat soort shit te doen. Want dit is dus het moment waarvan ik denk, waarom moet ik gelijk gearresteerd worden? Nou, ik ga er geen tijd aan besteden, want ik maak een video. Ten eerste, plofkrachtmateriaal ligt hier. En voor duidelijk hier. Dus dat jullie dat weten. Ik ga door. Ik heb even geen tijd voor RP. Ik heb geen tijd voor RP. Nou, nu weet hij denk ik wel, als hij nu nog achter me aankomt, dan slaat dat nergens op. Ik zal niet FVP rijden. Ik denk dat het duidelijk voor hem is. Nee, nee, het is dus niet duidelijk. Oké, ja, hier was dus de cardine. Had ik jullie, ja, dan weet je dat nu. Witwasje. Ja, kijk, en dit is dus echt het punt waarvan ik denk, waarom speel ik deze game als ik alleen maar politie voor onnodige shit. Hier, 3-4 wagens, waarom? What the fuck is dit deze game, jongen? Het is toch allemaal onnodig? Ik heb geen wapens bij me. Ik maak alleen een video. Oh, gelijk 100 man op me. Ik stop zelfs nog van een stopteken. Ik zeg niks van wat er aan de hand is. Echt waar. Ze zijn me nu wel even kwijt, denk ik. Maar dit is echt raar. Maar voor iedereen, hier is dus de witwasser. Ze hebben de brandweerkazerne nog steeds. Gewoon deze rij huis. Hopla, witwasser. Weet iedereen nu ook waar de witwasser is? Gaan we gelijk naar het volgende doen. Even voor de duidelijkheid. Ik weet niet meer waar de wietspecerij is. En nou, wietplantage, laat ik het zo zeggen. En de poedersuiker. Als jullie dat weten, laat het even weten in de reacties. Jezus, rijd ik tegen een prullenbak aan. Maar laat het even weten in de reacties, want dan kan ik dat ook nog even laten zien in mijn andere video's. Trouwens, ik maak 1 of 2 keer per week, maar 1 of 2 keer een 5R video. Waarom? Ja, 5R is niet alleen maar leuk om elke keer te posten. Ik verwacht van mezelf ook dat ik andere dingen ga posten. Er staan ook andere dingen voorbereid, daar ben ik nog mee bezig. Maar die jullie weten. Trouwens, ik heb ook een community Discord. Voor mensen die Discord hebben, join gerust mijn community. Daar komen al mijn video's in gepost, zodat je ze kan zien. Ja. Wel met een heertag. Als jullie denken, nou dat is heel irritant, steeds een heertag. Laat het ook even weten, want dan stop ik ook met de heertags. Maar daarentegen, dan denk ik niet dat het nog heel veel uitmaakt. Maar ja, join gerust gewoon lekker met Discord. Want dan kunnen jullie ook jullie eigen kanaal achterlaten. Laten we even snel naar de gun dealer gaan. Daarna ga ik laten zien, als je weet waar de poedersuiker en wiet ding is. Dan laat ik zien waar je dat kan verkopen. Ik ben wel blij dat ik nu weer een BMW heb. Oh shit, happening my friend. Oh shit. Trouwens, ik vind deze game echt 5R. Vind ik echt het ziekste wat ik ooit heb gezien qua scripts dan. Hè. Echt waar. Ook de gebouwen zijn ook echt heel ziek. Zeker goed gedaan, 5R. Dus hier is Black Market. Nou, kijk, en dan heb je de voertuig en nou ben ik er klaar mee. Wat moet je? Wat moet je? Record. Ja, bro, dit staat op record. Duidelijk toch? Ja, tief even op met je koude these, want ik ben er nou klaar mee. Hoi, joh, man. Kunnen mensen ook even nooit met rust laten? Dan ga je weer de snelweg op en dan moet ik eigenlijk even hierheen. Nou, laat die politieagent maar, daar gaan we geen tijd aan besteden, want hij blijft wel alleen maar aan deze. Ik ga ook geen gun halen, ik ga geen RDM doen. We negeren hem gewoon volledig. We doen geen FFP deze dagen. Jezus, blijkbaar wel, want ik rijd nog slechter dan een gemiddeld mens, man.
Ik zeg je eerlijk. Hey, yo. Wauw, ga ik mijn TikTok aan. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Daar kun je dus dingen kopen. Nee. Ik ga nog even, dus hier, en voor de duidelijkheid, daar, bij die windmolen, daar is het. Dus bij car dealer, volgens mij. Moet je even kijken. Volgens mij waar de oude Black Market zat. Maar weet ik niet zeker. Ik ga nu even kijken voor jullie of ik nog de wietplantage kan vinden. Want dan hebben jullie dat ook maar gelijk. Als ik het kan vinden. Ik ben bang voor niet. Eerlijk gezegd. Het rijtje hier hebben we volgens mij een keer afgelegd, maar weet ik niet zeker. Hier niks. 0,0. Nee, je moet echt door die hekjes heen kijken hoor. Even voor de duidelijkheid, volgens mij zit in deze king, hij zou ik poederzeker kunnen. Maar volgens mij zit het hier geen ene ginghuis meer. Ik weet niet eens. Laat even weten. Ik weet echt niet waar die poederzeker is gebleven. Ja, ik kan de drugs dus niet vinden. Dus dan sluiten we, I guess, hier de video af. Dan wil ik jullie alvast zeggen, nou, doe je auto. Dat zeg ik alvast. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet even te abonneren en liken voor meer video's. Zaterdag even nog één keer voor de duidelijkheid. Vanaf nu zeg ik het niet meer. Vanaf zaterdag ben ik live. Jullie kunnen meedoen of meekijken wat je zelf fijn vindt. Ik zet de live chat aan. Ga gewoon een gezellige avond met z'n allen houden. Dan gaan we gewoon leuke dingen doen. Misschien ook Fortnite. Misschien ook andere spellen. Dat mag allemaal in de live chat worden gezegd. En dan zie ik jullie later. Joep.